Ben je klaar om keihard te shoppen? Kunnen we beginnen met Boba? Sorry daarvoor. Snel, Bunny. Ik denk dat ik mijn groep gevonden heb. Schaatsers! Al nieuwe rolschaatsers voor ons gevonden? Nee, maar heb geduld. Het is nog vroeg. Maar ik heb maandenlang leren rolschaatsen. En nu ben ik klaar om de baan op te gaan. Als jullie op zoek zijn naar een schaatser, zoek dan niet verder. Ik ben The Rose, de aanvulling op jullie team. Kun je achteruit schaatsen? Uiteraard. Weet je hoe je moet dippen? Mijn specialiteit. Wij drieën nemen rolschaatsen enorm serieus. Ik ook. Heel serieus. 1 seconde. The Rose, ik denk niet dat ze op ijs schaatsen. Je bent binnen. Welkom. En het eerste wat we gaan doen is de whip and dip perfectioneren. Het is een super brute truc. En we hebben jouw hulp nodig om hem te doen. Maar ik kan niet wachten. Ik moet alleen even mijn wielen draaien en mijn elleboogbeschermers poetsen voor ik het ijs op ga. De baan. Hoorde je dat? Ik word straks een schaatslegende. Mensen zullen eindelijk mijn talent waarderen. Dat vind ik geweldig voor je. Maar hoe zit het met de wielen? Jij schaatst op ijs. Nou, het is me gelukt. Je doet het super. Dat was zo slecht nog niet. Je hebt zelfs een heel rondje om de baan gedaan. Serieus? Oh, hey! Wil je met ons trainen? Oh, ik ben net klaar met een lange trainingssessie en mijn benen zijn net pudding. Oké, maar niet hier. Ik heb een geheime plek nodig. De laatste plek waar iemand zou kijken. Kijk uit! Weet je wel zeker dat je geen echte lessen wilt? Misschien op de baan? Nee, niemand mag mij op deze manier zien. Maar bij jou vind ik het niet erg. Jij bent lief. Inderdaad. Morgenochtend ken ik vast al trucs. Ze gaan zo onder de indruk zijn. Mooie dip, roller chick. Dat is een dip bij rolschaatsen? Op het ijs betekent het gewoon dat je hurkt en je tenen aanraakt. Maar Rose is er. Nu kunnen we eindelijk de whip and dip oefenen. Yep, yay. Even mijn schoenen wisselen. Ah, het is gelukkig niet druk vandaag. The Rose, het is zojuist druk geworden. Ik zit vast. Interessante techniek. Zo warm ik op. Het ziet er raar uit, maar het werkt supergoed.
Tijd voor een truc? Tijd voor een truc! LaRose, jij bent het staartje van de whip. Klaar om te vliegen? Hier komt de dip! Wacht, wat? Doe de dip, doe de dip, doe de dip! Gaat het wel? Je ging net echt bizar snel. Zijn jullie niet boos? Waarom zouden we boos zijn? Ik ben een ijsschaatser, geen rolschaatser. Ik heb gelogen. Het spijt me. Dus je hebt dit geleerd in 2 dagen? Bizar! Je hebt talent, meid. Je moet gewoon eerst beginnen bij het begin. Ja, de whip and dip is verboden totdat je veel meer hebt getraind. Hoor ik dan nog steeds bij je team? Nou, het lijkt erop dat je je lesje wel hebt geleerd over eerlijk zijn tegen je teamleden. En misschien kun je ons eens wat ijsschaatstrucs laten zien. Ik laat jullie zoveel trucs zien dat jullie hoofd zal tollen. Wat vinden jullie ervan? Wauw, gruwelijk! Hoe heb je de ijsbaan hier weten te krijgen? Ik had nog wat te goed van sommige mensen. Nu is het eindelijk tijd voor mijn One Night Only, One Queen Show, LaRose on Ice. Het wordt echt geweldig. En als jullie helpen met voorbereiden, zal ik, een 7-gangen-diner voor ons maken? De show naar mij vernoemen? Naar ons bedoel ik. Ik zal jullie wat schaatstrucs leren. Dio! Het is zover. Dit wordt de beste show van mijn leven. Het zal echt niet zoals mijn laatste show worden, hoor. Winter Fashion Week was gewoon een trieste, spijtige, gênante kleine fout. Als jij het zegt. Ik weet het zeker. En hoe gaat het met de nieuwelingen? Ze leren het stapje voor stapje. Mooi, ga zo door, Snow Bunny. Ze moeten zich gewoon meer op hun gemak voelen op het ijs. Maar zo te zien is Roller Chick wel klaar om iets nieuws te leren. Zij kunnen mijn hulp hier wel gebruiken. Kijk, LaRose, op 1 voet. Wat? Jij had plezier vandaag. Misschien. Hallo? Quiet Cutie zegt dat ze willen leren schaatsen en dat ze lessen nodig hebben. Alsjeblieft. Ik kan jullie morgen vroeg wel een korte les geven. Heel erg vroeg en heel erg kort. Dat gaat leuk worden. Maar echt maar voor heel eventjes dan. Daarna moet ik zelf oefenen. Ik heb het nodig. Oh, de andere bibi's hebben vast over mijn show gehoord en willen nu een voorproefje. Ga. Wauw, super bedankt allemaal. Jullie mogen me zien oefenen, maar vergeet niet, de show zal veel beter zijn, want dan is alles perfect. Wat is er? Ik denk niet dat ze hier voor een voorproefje zijn. Ze zijn hier voor schaatslessen van je. Oh, iedereen hier? Nou, je hebt het ze wel beloofd. Echt waar? Je hebt gelijk. 1 snelle les dan. En daarna moet ik echt zelf gaan oefenen. Dan nu de beweging die ik jullie heb geleerd. Iedereen dip. Dat is het. Je kan het. Jij zou echt een geweldige coach zijn. Ik? Een coach? Pff, echt niet. Ik ben gemaakt voor de schijnwerpers. Daarnaast is schaatsen een solosport en ik ben een solo act. Sterker nog, ik ga nu de ijsbaan vrijmaken om te oefenen voor mijn solo-show.
Maak je geen zorgen. Ik help je eerst nog met die nieuwe beweging. Maar nog eentje dan. Daarna moet ik op mezelf focussen. Kijk uit! Dat is best een luide stem. Nee, LaRose. Kijk uit! Ah! Mooi, ik heb je. Oh, het geeft niet. Het is niet erg om fouten te maken. Ik bedoel, ik maak constant fouten en leer er nog steeds veel van. Maar dat maakt het leven leuk. En weet je wat? Als er je dan eindelijk iets lukt, is het het helemaal waard. Gewoon blijven oefenen, oké? Dat was echt super tof van je, LaRose. Je bent echt veranderd sinds Winter Fashion Week, hè? Dank je, Neonlicious.